De huidige crisis is een geweldige kans. Daar wil ik het over hebben in de 10 minuten die ik heb gekregen vanuit een Europees perspectief. Eigenlijk is de tijd voor Europa op dit moment heel gunstig. En dat was het al voor de coronacrisis. De internationale context van een president in Amerika die niet langer onze bondgenoot wilde zijn. China een steeds dominantere, maar ook ruigere speler op het wereldtoneel. Ter discussie worden gesteld van multilaterale instellingen. Internationale samenwerking staat onder grote druk. Dat biedt een bedreiging, maar is tegelijkertijd ook een kans voor Europa om op een aantal belangrijke dossiers van dit moment de leiding te nemen. En Europa kan dat en heeft ook meer zelfbewustzijn dan in het verleden. De Europese interne markt met toch bijna 500 miljoen burgers, consumenten, vormt een grote mogendheid in de wereld. En dat besef mag ook wel eens terug worden vertaald naar beleid, naar actie, ook buiten Europa. En op belangrijke terreinen zoals klimaat, handel, data, privacybescherming. Maar ook hoe gaan we om met de grote tech-reuzen? Hoe gaan we om met internationale belastingconcurrentie? Hoe gaan we om met mededingingsbeleid in deze tijd? Nieuwe industriepolitiek. Allemaal onderwerpen waar Europa formeel ook de bevoegdheden heeft en de mogelijkheid heeft en de omstandigheden vragen om een zelfbewust Europa. Eigenlijk is dat door de coronacrisis alleen maar sterker geworden. De internationale context vroeg al om dat nieuwe zelfbewustzijn. Maar de coronacrisis vraagt er nog meer om. En mijn ervaring is uit de eurocrisis dat crisis ook voor Europa geweldige kansen bieden. De urgentie die er dan bestaat. Het toenemende gevoel dat we er ook gezamenlijk voor staan in de EU. In de eurocrisis, vooral in de eurozone. Maakt dat ineens stappen mogelijk zijn die tot op nu niet bespreekbaar waren. Politiek onbegaanbaar. In de eurocrisis hebben we stappen gezet om gezamenlijke middelen, Europese noodfondsen in te richten. We hebben gezamenlijk bankentoezicht en bankenregels met elkaar afgesproken. Er zijn op allerlei fronten instituties en fondsen gebouwd en aangelegd, waardoor de eurozone voor het eerst een serieus, institutioneel serieuze samenwerkingsverband werd. En eigenlijk is deze situatie vergelijkbaar. Ook nu zie je dat door de enorme impact van de coronacrisis, sociaal, economisch, maar ook politiek, er bruggen worden overgestoken die tot nu toe echt afgesloten waren. Voor het eerst gaat de Europese Commissie massief de kapitaalmarkt op, mag dus eigenlijk een Europese staatsschuld gaan vormen om daarmee met een recovery fund de lidstaten te helpen, deels met leningen, deels met giften, om zich uit de crisis te investeren. Een grote fundamentele stap. En mogelijk heeft u zich laten afleiden door het gedoe eromheen in Brussel. En dat is er altijd en het ziet er zelden aantrekkelijk uit. Ook nu weer met Hongarije en Polen die zich verzetten tegen hetzelfde recovery fund. Maar als je daar doorheen kijkt moet je vaststellen dat ook in deze crisis er grote stappen worden gezet die een aantal jaren geleden ondenkbaar waren. Dat fund moet dan ook wel zo worden ingezet dat het daadwerkelijk tot verbetering en versterking van de Europese economie leidt. Dus een inhoudelijke koppeling aan de grote uitdagingen van dit moment. Innovatief, technologische ontwikkelingen in Europa waar we achterlopen op China en de VS. Het ondersteunen van de transitie naar een klimaatneutrale economie waar geweldige investeringen en enorme innovatie voor nodig is. Die koppeling, die kans is er nu met de grote investeringsmiddelen die door de overheid nationaal en Europees beschikbaar worden gesteld. Dat vergt wel dat die eisen ook worden gesteld. Als je ziet wat nationale overheden tot nu toe massief aan steun aan het bedrijfsleven, maar ook aan individuele burgers geven, dan vind ik wel dat de kans gemist wordt om daar ook inhoudelijk hervormingen en innovaties aan te verbinden. Het Recovery Fund heeft die verbinding wel. Lidstaten kunnen er alleen gebruik van maken als ze plannen indienen die ook echt de economie hervormen, die de concurrentiekracht van landen verbetert, die het innovatief vermogen, de kenniseconomie van landen versterken. Dat zal dus moeten gebeuren. Die uitdaging ligt er echt nog wel. Wat betekent dit nu voor de nabije toekomst? Het zal niet makkelijk gaan. Het gaat met veel gedoe gepaard. Maar nogmaals, die fundamentele stappen worden nu wel gezet.
De Brexit is de eerste grote uitdaging die nu voor ons staat. Ik denk dat de deal er wel komt. Ik denk dat er een akkoord op hoofdlijnen zal worden gesloten op het allerlaatste moment. Boris Johnson kan zich gewoon niet permitteren, nog politiek, nog economisch, gegeven het feit dat Groot-Brittannië massief is geraakt door corona, ook economisch zeer sterk is geraakt, veel sterker dan Nederland. Hij kan zich niet veroorloven dat daar nu een Brexit-chaos op volgt. Er zal een hoofdlijnenakkoord komen met nog veel onderhandelingen en uitwerking naar wetgeving in de jaren daarna. Maar dat is goed nieuws. Ook goed nieuws voor Nederland en de handelsrelaties die wij hebben met de Britten. Laat de keuze van de nieuwe president in de Verenigde Staten ons niet te veel afleiden. Natuurlijk is heel Europa blij. Nou, heel Europa. Een groot deel van Europa blij met de keuze voor Joe Biden. Maar in de relatie tussen Europa en de VS is al langer wat aan het veranderen. Ook Obama en ook presidenten daarvoor maakten al het punt dat Europa meer zijn eigen broek moet ophouden. Dus het zelfbewustzijn, waar ik ook voor pleit en wat ik ook wel zie in Europa, wordt eigenlijk door de Amerikanen al veel langer bepleit. Dat deed me even denken aan de oproep van president Kennedy om toch vooral te komen tot een Verenigde Staten van Europa. Dat was een, en is misschien nog steeds, een grote stap. Maar de Amerikanen zullen wel weer op dat spoor blijven. Europa moet zijn eigen broek ophouden. Ook ten aanzien van de relatie met China kunnen we niet per se terugvallen op de Amerikanen. Ook hierin zal Europa zijn eigen lijn moeten trekken. En dat kan door naar Europese traditie, zou ik bijna zeggen, politiek en economie met elkaar te verbinden. Het vergt wel dat je het gesprek openhoudt en niet per se meegaat met de confrontatiepolitiek van de Amerikanen. De internationale omgeving voor Europa zal uitdagend blijven. Multilaterale samenwerking, internationale samenwerking zal nog langere tijd onder druk staan. In die zin is het Trumpisme ook niet weg. En dat betekent dat Europa, zowel in zijn relatie tot de partners en de landen om ons heen, ook in Azië, in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, zelfbewust zal moeten optreden. Sturen op de inhoud, de enorme hoeveelheid publieke middelen die nu wordt besteed, brengt grote risico's met zich mee voor de toekomst. Hoe houden we dit stabiel? Blijft monetair beleid nog wel effectief? Maar het is ook duidelijk dat er geweldige goede richting kan worden gegeven aan nieuwe economie, sterkere innovatie in Europa en een geweldige stap voorwaarts in termen van duurzaamheid. Laten we ons richten op die kansen. En ik hoop dat Brussel daarin de leiding ook kan nemen. Dank u wel.